Dat is de eerste, allereerste keer dat ik seks heb gehad met een man. En mijn moeder, die kwam binnen op dat moment. Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Tom, of Tom Be Makeup. En top dat jullie terugkijken. Als je nog niet geabonneerd bent, duw zeker op het cirkeltje op het einde van de video om je te abonneren. En geef deze video ook een like als je dat een beetje een interessante video vond of als je er gewoon zin voor hebt. Alright, dus ja, deel 2 van my coming out story. Alright, we gaan gewoon verder van waar we eigenlijk een beetje gestopt zijn. Hè. Dus ik had vroeger een hele goede vriend die gedurende heel mijn jeugd eigenlijk ja, best wel gewoon altijd daar is geweest. Ik gedraagde me vrij afkerig tegenover homoseksualiteit, puur omdat ik er niet klaar voor was om ervoor uit te komen. Ik wist wel. En dat was eigenlijk ook een punt van vorige keer dat niet helemaal duidelijk was. Ik wist wel dat ik voor de mannen was, maar het weten en het toegeven, en zeker aan de mensen rond u, is a whole other level. Dat is niet eenzelfde ding. Dus als ze inderdaad de vraag stellen van wanneer wist je dat je homo was, of dat je voor de mannen waart of een andere seksualiteit hebt dan wat dat normaal aanschouwd wordt, dat is een rare vraag, omdat je dan in die end, ja, het moment dat je het wel ergens begint te voelen, het moment dat je het ook echt toegeeft aan jezelf. Ik had dan die goede vriend van mij en ik weet nog dat we dus in zijn kamer zaten, we waren computerspellen aan het spelen. Ik zag iets steken in zijn jaszak en ik wilde er zo naartoe grijpen. Zo van, stikt dit in uw jas of zo, of moet je dat niet wegleggen? En dat was dus een brief. En hij was echt zo super panisch van, nee, blijf eraf. En ik zo van, wow, wat is dat? Dat ik dat niet mag weten. We zijn beste maat, ik weet toch alles van u. En ik wil die brief pakken en ik zie echt dat het een liefdesbrief is, maar naar mij toe. Dus dat was echt zo'n shock van, oké. Mijn schoolkameraad, mijn dingen op zich, dat was echt gewoon raar. Ik voelde mijn eigen zo, ik weet niet, vuil. En eerst en vooral, ik was er helemaal niet klaar voor. En ook, ik had ook geen gevoelens voor hem, dat was meer mijn broer bekam. Dus dat was echt, ja, dat was echt gewoon heel bizar. En dat heeft heel veel kapot gemaakt of zo. Weet je, dat is zo dat cliché zijnde van, als je goede vrienden bent, kun je beter goede vrienden blijven, want de rest kun je alleen maar kapot maken. Dus allee, zeker op die leeftijd, kom aan, dus 16 jaar, wat had je gedacht? Dat je voor de rest van je leven ging samenblijven? Ja, misschien 60 jaar geleden dat de mensen nog zo dachten, of dat dat nog kon, maar tegenwoordig, het is niet meer de case. Of in heel uitzonderlijke gevallen kan dat wel nog gebeuren, wat dat natuurlijk super is. Hè? Wat dat misschien heel belangrijk is om te weten, en een heel cruciaal stuk van het verhaal, want ja, ik denk dat ook dat het heel belangrijk is van hoe heb je dat eigenlijk gezegd tegen je ouders. Ik denk dat dat ook wel een hele lastige is, of gewoon tegen je omgeving. Ik heb al verteld dat ik het eigenlijk op een vrij bizarre manier verteld heb aan mijn toenmalige vriendin. Als je geïnteresseerd bent in dat stukje verhaal, ga je even terug naar deel 1 van mijn coming out. Het is zo dat ik eigenlijk altijd een dagboek heb bijgehouden. Dus ik schreef er echt alles in. Een klein stukje terug. Ik denk ook, kijk, voordat ik het ooit verteld heb tegen mijn ouders, grappig stukje, toen ik dat tegen die toenmalige vriendin van mij verteld had, ze waren we eigenlijk nog samen. Dus niet zo dat we zoiets hadden van, dat ik zoiets had van, ja, maar ik wil nu niet meer samen zijn met u. We bleven wel een koppeltje in school en gewoon voor elkaar. Dat is heel snel dat dat aan het draaien was, naar dat we eigenlijk samen gasten aan het uitchecken waren, als we zo op café waren en zo. Dus dat begon zo meer een vriendschapsrelatie te worden dan dat dat echt zo een liefdesrelatie was, want ja, die seks was er sowieso al niet. Dus ja, dat was gewoon heel bizar. Maar dan is er wel zo een beetje een rare move gedaan, in de zin, natuurlijk gekust nog en zo, en zo van die typische dingen. Maar er was één bepaalde jongen in school. Oh nee, ik ga er een tuut over zeggen. Waar we eigenlijk allebei een oogsken op hadden. En eigenlijk had heel de school er een oogsken op. Dat was zo, ik weet niet, zo'n typische blonde dude. Zo. Ik zou er nu nooit meer naar omkijken. Maar toch, ja, dat was zo. Ook misschien omdat iedereen daar verliefd op was, moesten we daar ook verliefd op zijn. Whatever, ik weet het niet. Maar dat is gewoon wel zo de Don Juan van school. Zo kende het. Ik weet nog goed dat we in een café waren. Echt waar. Maar dat was ook zo, jonge gasten. Die zo 17 jaar zijn, 16, 17 jaar, kunnen echt rare dingen doen. Ik bedoel, ik ging soms uit en ik weet dat die een specifieke dude, dat die gewoon, ik kan heel het café aan het aflekken was. Dus dat die gewoon aan het kussen was met iedereen.
man of vrouw, het deed er niet gewoon toe omdat hij zoveel gedronken had. Dus, maar voor mij betekende dat natuurlijk iets totaal anders. Je laat mij totaal iets anders uitschijnen en dat was zo gewoon raar. Ik denk dat het zo 100 dagen was van school. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat is zo de laatste 100 dagen voordat je afgestudeerd bent in het middelbaar onderwijs, wel te verstaan. Was, waren wij in ons tip, in ons café waar we altijd waren. En hij was er ook. Ik was er met Aubrey en zo. En op een bepaald moment, hij komt naar mij en hij zegt van Tom, ik heb nog een fles champagne thuis staan. Wetende dat eigenlijk dat hij er niet van wist dat ik gay was of zo. En hij zegt, Tom, ik heb nog een fles champagne thuis staan. Ik wil die niet alleen uitdrinken in mijn bad. Dat is toch gewoon strange. Zelfs gewoon hetero's onder elkaar. Gewoon toch niet zoiets vertellen. En zeker wetende dat ik daar wel zo wat... bedoel, dat je er wel zo wat verliefdheid voor had voor die gast. Was dat echt zo... wat vraag jij nu? Allee, bedoel... Ik kon er ook niet op antwoorden. Ik zeg gewoon van, nee. Allee... nee, dat gaf mij gewoon al keiveel stress. Gewoon bij het gedacht alleen al. Ik had zoiets van, no. Zelfs moest er iets gebeurd zijn of niet gebeurd zijn, whatever. Dat in geen enkel manier zou dat een oké situatie zijn voor mij. Maar ik heb dat wel tegen mijn toenmalig vriendinnetje verteld. En die had er niet beter op gevonden dan gewoon naar hem te gaan in dat café. En te zeggen van, ah, zeg, dude, hier is iemand verliefd op u. En hij zo, oh ja, wie. Ja, het is geen meisje. En dan is ze mijn naam verteld. En sinds die dag wou die gast niet meer spreken tegen mij. Maar ik denk dat dat uit jaloezie was. Was ze zoiets van, ik kon er een stokje voor steken. Ik snap haar ook wel. Ik bedoel, is ze vooral, ze was mij kwijt. En dan is ik nog eens verliefd op iemand waar zij ook verliefd op is. Dat was gewoon zo, eerst een rare situatie. Het is een rare drama. En uiteindelijk, die gast nooit meer willen spreken tegen mij. Ik heb die ene keer in het café apart genomen. Dat klinkt ook zo. I wish. Nee. Dat ik de ene keer apart gesproken heb in dat caféetje terug. Maar we zaten altijd in dat café. In de Marika Rock in Brugge was dat. En ik zei, kijk, ik zeg, kun je nu gewoon zeggen dat er niks is? Zodanig dat ik ook dat ik verder kan. Want ik heb het gevoel, je negeert mij gewoon totaal. En dat zegt gewoon veel meer over u dan dat over mij zegt op deze moment. En waarom? En die wou echt niet meer spreken tegen mij. Ik zei ook gewoon van, zeg mij gewoon dat je niks voelt voor mij of zo. Of dat er niks is op dat vlak bij u of whatever. Zelfs voor andere mannen. Die gewoon geen woord. Ik zeg, als je niks zegt, ik zeg, dat weet je toch dat je ermee instemt. Dat je je eigen heel verdachtig verdacht maakt. In de zin van, bleef wel zo gewoon van ver goeiedag zeggen, maar die keek echt naar mij. Ze was echt een bange kwezel. Zo. Dus er was echt iets die totaal niet klopte. Ik heb het nooit niet geweten. We hebben nooit echt meer goed gesproken met elkaar. Want ik weet wel dat we toen wel veel spraken met elkaar ervoor. En zo. Dus dat was zo een beetje een dumper op heel het verhaal van dat. Hij wist dat dan. En dan zal hem dat zeker al doorverteld hebben. En voordat je het wist, heel school wist dat ik eigenlijk voor de mannen was. En ik weet nog goed, helemaal in het begin van het jaar. Dat er, in het begin van het jaar zei er iemand van, ja... kwam er iemand naar mij en die zei van, ja, er is iemand verliefd op u. Allee, er is een gast verliefd op u, de Koen. En ik zo, ja, nee, sorry. In het begin van dat jaar zei ik van, nee, ik moet dat niet. Ik ben niet homo of whatever. Ik zat echt zo in zo'n ontkenningsfase. En dan wel al aan het vertellen tegen mensen. Maar ik wist niet dat iedereen dat... Ik wilde niet dat iedereen dat wist. Dus dat was heel tegenstrijdig allemaal. Maar dan kwam eindelijk een vrij cruciaal moment. En dat is de eerste, allereerste keer dat ik seks heb gehad met een man. Dat was rond de leeftijd dat ik ervoor uitgekomen ben. Ja, rond de 16, 17. Ik kan daar geen exacte leeftijd op plakken. Er bleef een leerling slapen van mijn stiefmoeder. Dus mijn stiefmoeder heeft les. Hè. En er bleef een leerling slapen. En die was een paar jaar ouder als mij, denk ik. Ik denk dat hij 19 was of zo. Die moest in mijn kamer slapen. En ik had daar een extra bed. En die gast zei... Hey, je was gay. Openlijk. Dus ik wist dat wel dat hij gay was. Maar ja, dat was dan niet dat ik zoiets had van, amai, dat is een knappe of dit of dat. Dat was helemaal... Allee, ik had zo helemaal niet die gedachte bij die gast. Die ligt in zijn bed en die zegt van, ja, ik heb het koud. Ik zeg, ja, hier pak mijn deken maar of zo. En dan zei hij, ja, nee, ik heb het nog keikoud, maak ik niet, omdat ik zo op een matras op de vloer en ik lag in mijn bed. En die zei, ja, mag ik nu niet bij u komen liggen, dat gaat wel iets warmer zijn en zo. En ik zo van, ja, weet je, whatever, komt er maar. Want het mag altijd heel naïef zijn, want ik ben zo lang heel naïef geweest. Ik zeg, ja, komt er maar bij liggen. En dan komt de gast erbij liggen. En ja, dat begon die zo echt zo, ja, kent dat, hè, zo te voelen en te doen.
En ik heb me eigenlijk er zo voor een stuk aan... Allee, ja, voor een stuk... Nee, wat, ik heb gezegd dat ik alles ging zeggen. Gewoon alles is gebeurd in de eerste keer. Maar echt ook alles dat je maar kon doen. En ik weet dat er heel veel, als er hetero's aan het kijken zijn, dat die zoiets van hebben van... Oh. Maar uiteindelijk, kijk... Oké, we hebben dan seks gehad. En ik kan eerlijk zeggen, dat was... Dat was echt niet fijn. Ik denk dat ik echt letterlijk bijna moest kotsen van mijn eigen. Ik weet dat ik de dagen daarna al kokhalzend rondliep. Dus ik was er totaal nog niet klaar voor zo'n stap te zetten. Dus als er mensen zijn die ooit ermee experimenteren, zeg gewoon zeker dat je ervoor klaar voor bent. Dat dat ook op het moment is dat je dat ook echt zelf wilt. Dat dat niet gepusht is door iemand anders. Ja, want maakt dat zorgt dat dat een fijne ervaring is. En niet zo zoals dat ik heb meegemaakt. Weet je, was er van, oké, okay, weet je, Tom... Je moet dat niet meer ontkennen, je hebt dat gedaan. Je raakt er wel over. Na een tijdje aanvaarde dat gewoon. En dat heeft mij voor een stukje wel geholpen om gewoon toe te geven aan iedereen. En ook aan mijn vader toen en zo. Als ik eens een vriend had, dat ik een vriend had, dat dat veel makkelijker ging. Maar dat heeft wel ook gemaakt dat ik de eerste keren als ik seks had met een jongen, dat ik me eigen echt heel slecht voelde. Ik denk dat ik dan een paar vriendjes had hem voor te experimenteren, voor te proberen. Die moesten mij telkens zo'n beetje geruststellen van oh, dat gaat wel overgaan, dat gevoel. En ja, die dacht nog dat zij het verkeerd aan toe waren, maar dat was gewoon puur met mezelf. Ik was er nog niet klaar voor. Ik was denk ik een vrij late bloeier. Nu, uiteindelijk, wanneer is mijn moeder erop uitgekomen? Mijn moeder is erop uitgekomen toen dat ik samen was met een gast. En ik was een paar weken samen ermee en hij stond in mijn kamer. En we stonden naar buiten te kijken in het raam. En hij had mij gewoon zo met zijn armen rond mij, had hij mij vast. Terwijl we naar buiten aan het kijken waren en mijn moeder... Ik kwam binnen op dat moment. Dus ja, ze kwam erop uit en die gewoon de deur toegetrokken. Ik ben dan naar beneden gegaan en ze zei van ja. En ik zei ook van ja, ga er nu gewoon niks zeggen of wat. Want die is er gewoon op uitgekomen. En dan zei ze van ja, ik wist dat wel al. En ik zeg, oeh, je wist dat al. Ja, je moet je dagboek maar niet laten rondslingeren. Dus ze had gewoon mijn dagboek ook gelezen en zo. Waar er natuurlijk heel persoonlijke dingen in stonden. Zeker heel dat traject van dat eerste keer seks en zo en al die dingen. Ja, dat voelde niet goed aan dat mijn moeder dat had gelezen natuurlijk. Dat was echt ja, not okay, weet je. Die weet dat ook wel, dat dat niet okay is als dat gelezen is. Maar die zal dat gedaan hebben, maar ze wel wist dat er iets niet klopte. En dan zei ze gewoon van ja, je zult vroeg of laat nog wel weten voor wat je zei. Daar heb ik toen op antwoord van, moeder, ik weet voor wat ik ben. En bedoel, en dan is ik gewoon kwaad weggelopen, like always. Zo'n angry child vroeger. Je kunt je niet voorstellen hoe kwaad kind dat ik altijd was. Dat was zo'n beetje, ik heb natuurlijk een hele lange weg afgegaan van verschillende relaties. Totdat ik eigenlijk in een relatie zit waar ik nu ben, die heel goed uitgebalanceerd is. Waar er heel veel respect is. Ook een relatie waar je over alles kunt praten, dat is heel belangrijk. Voor de rest van mijn traject is natuurlijk hetzelfde zoals bij iedereen, denk ik. Dus gewoon verschillende mensen leren kennen en veel lesjes leren en groeien op het gebied van relaties. Totdat je op een punt komt dat je weet wat je wilt in een relatie. Dat je weet wat je zelf wilt. Dat je ook genoeg respect hebt voor jezelf en voor anderen. Ik geloof niet zozeer als je samen bent vanaf je kind af aan, dat je dan heel veel ervaringen kunt opdoen of dat je dan heel veel kunt leren kennen over jezelf. Want het is ook een feit dat je eigenlijk... along the way, dat je gewoon ook dat het heel belangrijk is om jezelf te leren kennen. Hoe reageer je in bepaalde situaties? Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. De ene gaat je aanzetten om misschien een hele tijd zwaar uit te gaan, terwijl dat iemand anders die graag thuis is, je misschien gaat leren je een beetje meer tot je eigen keren en wat meer de rust vinden bij jezelf. Dat zijn bijvoorbeeld twee totaal verschillende dingen waar je heel veel uit kunt leren. Je kunt niet één ding doen en veronderstellen dat je alles weet of dat je perfect weet wat je wilt. Ik denk dat dat gewoon ook nodig is van een heel aantal... Ja, niet dat je de slet moet uithangen, daar gaat het niet over, maar het gaat er gewoon over dat je... tijd genoeg en genoeg kennis en genoeg omgang, een sociaal soort van intelligentie moet gaan creëren voor jezelf, voordat je echt weet wat je wilt in de relatie, waar je zelf voor staat. En voilà, dan vroeg of laat, ben ik er 100% zeker van, dat op elk potje wel de deksel past. Als je nog vragen hebt over bepaalde dingetjes, laat het mij gerust weten. Ik ga nog even de reacties voorlezen.
op de video, want ik had dat ook verteld dat ik dat ging doen. Er waren best wel wat reacties op gekomen. Dus ik heb al wat privéberichten gekregen, waar ik natuurlijk nu zeker niet gewoon op antwoorden. Dat was inderdaad, zoals op mijn Instagram, die hadden heel goed gezien. Maar mensen die wel openbaar hadden iets hadden verteld, toch nog wel even op replyen, zo nu voor jullie. Dus ik heb Ine, die zegt, ik heb getwijfeld of ik biseksueel was, te vertellen aan mijn mama en mijn broer. Maar ik twijfelde nog over, en mijn moeder zei dat ik nog tijd had om erover na te denken. En dat doe ik nog steeds. En ik twijfel, want ik weet niet hoe het voelt als je verliefd bent. Oké, Ine, je bent 13 jaar. Ik zou zeggen, je zit nu echt volledig in je fase waar je hormonen gewoon beginnen op te spelen, waar je nieuwsgierig bent naar bepaalde dingen. Push je eigen niet te veel voor je in een vakje te laten duwen. Ik ken heel veel meisjes die wel eens geëxperimenteerd hebben met een andere meisje. Ik raad dat niet aan aan mensen die dat niet zelf voelen voor dat te doen of die er niet nieuwsgierig naar toe zijn. Je moet dat hier niet doen, omdat ik dat zeg. Maar gewoon, als dat er is en je hebt er een grote drang naar, er is nooit niet verkeerd met vroeg of laat. Ik denk dat je nog wat jong bent, 13 jaar. Maar vroeg of laat misschien eens iemand te leren kennen en dat is te proberen. Je hoeft niet, vanaf dat je 16 jaar bent of 17 jaar, ik weet niet wanneer je rijp bent voor een relatie, hoef je niet direct te gooien in een relatie met een gast of zo. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor jezelf, om jezelf gewoon te leren kennen. En als je daar vragen bij hebt, geef dat gewoon tijd. Ja? Je bent aan het opgroeien en je moet dat niet direct aan de grote klok gaan hangen. En als je iemand nodig hebt om tegen te spreken, dan stuur je mij maar eens een berichtje of zo. Het is normaal dat je wat met vragen zit. En je moet er geen zorgen over maken. Je gaat wel merken als je wat ouder wordt dat dat allemaal duidelijker gaat zijn voor u. Pauline en Co zegt dank u. Ja, Pauline en Co is met het idee afgekomen om die coming out video te maken. Pauline en Co, graag gedaan. En proficiat met uw shout-out van gisteren bij Jamila. Katja zegt een leuke vlog. Tom, love it als mensen een coming out video maken. Ik heb daar zoveel respect voor. Ja, kijk. Ik heb gewoon een beetje de dingen verteld dat ik dacht die belangrijk konden zijn of zo wat leuke situaties dat ik meegemaakt heb. Achteraf gezien vind ik dat best wel leuke situaties. Op het moment zelf was dat misschien niet zo tof. Maar ik heb ook niet alles verteld natuurlijk. Want kan je herhalen, een stukje die serieus niet zo leuk was ook. Zelfs die echt niet leuk was. Maar misschien dat ik er ooit nog eens over vertel op mijn kanaal, maar dat gaat over iets anders. Dan hebben we Amber's Live, eerste likers. Nou, dat is niet waar, want er waren al mensen voor. Sanne zegt van prachtige video, niks tegen homo's of lesbisch of biseksuele of transseksuele. Want vroeger, toen ik uitging in Oostende, gingen wij altijd naar een homobar omdat wij het daar leuker vonden. Ah ja, oké. Moest een van haar vier kinderen komen zeggen dat ze dus met een jongen of een meisje niet zouden hebben, zou ze er niks op tegen hebben. Ze heeft dat nog gezegd tegen haar man laatst. En ik denk dat de jongste waarschijnlijk met de man naar huis had komen. En mijn man zat met hetzelfde gedacht. Dat kan. Het kan zijn dat je dat denkt op jonge leeftijd van iemand. Maar dat, ja, ik zou willen zeggen, vaak is het ook niet zo. Misschien denkt hij dat en dan achteraf komt ze toch met een meisje thuis als het een jongen is of omgekeerd. Maar ik kan eerlijk zeggen, door ervaring in de jaren heen en mensen te zien opgroeien, want ik ben ook al iets knouwer, ja, heb ik ook wel gemerkt van, je kunt dat echt wel zien op een jonge leeftijd. En vaak is dat wel juist. Dat je zo voelt van, er is toch een kantje dat een beetje anders is. Hè? Dat is misschien fout uitgedrukt, anders is, maar oké. Okay. Toffe video, kan niet wachten op deel 2. Voilà, dat is Eowijn Flamand. Lenka zegt, het is niet erg om homoseksueel te zijn. Ik vind homoseksuele mannen meestal liever dan hetero's. Guess again, er zijn heel veel homo-bitches ook. Hè. Niet alle gay guys zijn even sweet en dingen dan je denkt. Dus ik denk dat je dat een beetje verromantiseert. Ik ken heel veel lieve hetero's ook, dus het is maar hoe dat je het bekijkt. En dan zegt Mariano, zegt, hey, zeg Maske, wanneer gaan we Street Fighter met uw Barbie spelen? Wat? Street Fighter met mijn Barbie spelen? Nee. Zeker... zodat we zeker hetero's lijken met warpaint make-up. Mijn make-up. Oké, ik denk dat Mariano alles zo wat in één zin wil zeggen van de laatste filmpjes. Leuke insteek. Leuk filmpje, so nice to see this. Oh, eigenlijk heel leuk om dit te zien en uw ervaringen en uw gedachten hierover te zien. We gay brothers share the same story. Niet helemaal, maar toch een deel. Misschien een interview met twee zou ook leuk zijn, of met meer. Ja, Mariano zei het zitten. Hè? Nu, ik merk dat er soms vooruitgang is en plots weer een achteruitgang in dit thema. Ja, dat is ook zo. Dus ik heb ook het gevoel van, oké, met alle Janis van de tv maakt dat allemaal veel bespreekbaarder. Dus dankzij die figuren
dankzij die tv-persoonlijkheden maakt het ook allemaal een beetje minder taboe voor het grote publiek. Maar het is al wel spijtig en ik weet wel dat Janis een tipje een beetje uitvergroot is, dat hij niet zo in het echt ook is. Maar gewoon ook, dat wordt dan weer zo wel uitvergroot. Dat moeten dan weer zo weer van die meer Jeannette zijn, zeg maar. Sorry, Jani, maar ja, it is like that, hè. Dan denk ik van, ja, kijk. Maar ja, bon. Maakt niet uit, zolang dat stereotype maar een beetje, of dat dat verwachtingspatroon van de mensen maar een beetje doorbroken wordt en dat mensen ook attent zijn dat er ook wel andere dingen zijn dan alleen maar jonge meisje. En dan zegt Lily, kei leuke video. Super dat je zo open bent over je coming out. Kijk al uit naar deel 2. Voilà, dat was het voor de video van vandaag. Merci dat je gekeken hebt. Ik vind het super tof. En ja, ik heb ondertussen al, denk ik, een heel aantal dagen aan elkaar video's geplaatst. Ik vind dat namelijk gewoon super leuk. Dus ik blijf dat nu gewoon doen. En dan hoop ik jullie, voilà, gewoon terug te zien bij de volgende video. Bye, dag, ciao.